En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Kalijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer lekker aan de slag. Een beetje voorjaar, lekker vrolijk, want dat kunnen we nu wel gebruiken. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Ik zie dat 70% van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dat is best wel veel. Het kost je niks. Maar daarvoor blijf je wel op de hoogte van alle video's die ik maak. En daarmee help je mij ook weer groeien. Dus en heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en gaan we aan de slag. Straks, het lijkt me ook leuk om zoiets te maken. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Dat is met ondergrond, bloemen, eigenlijk alle materialen die ik vandaag gebruik. Dat kun je als compleet pakket bestellen. En ja, dus wees er snel bij, want op is op. Goed, gaan we nu gauw beginnen. We gaan vandaag aan de slag met een flowerbox. Een vierkante variant. Ik heb hem in drie verschillende kleuren. Dit is een beetje brons. Dan heb ik hem in heel donker rood-bruin. En een gouden variant. Als je deze bestelt kun je kleur aangeven welke je graag zou willen. Ik ga vandaag deze bronzen, ja, bruine glans variant opmaken. Heel erg mooi. Het voordeel van deze boxen zijn, er zit plastic in, dus het lekt niet door. Het is echt gemaakt om een bloemstuk in te maken. Het is echt mooie kwaliteit. Ik ga jullie even iets dichterbij halen, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb hier een mooi blok oase. Ik krijg vaak de vraag van, goh, maak je ook eerst de oase nat? Ik zie het niet in alle video's. Bij alle stukken waar ik verse bloemen gebruik, maak ik eerst de oase nat. Let op, je mag het oase niet onder water duwen. Laat hem gewoon rustig volzuigen in de bak met water. Niet onderduwen, want dan krijg je luchtbelletjes. Deze ga ik even bevestigen in mijn box. Dat is één stuk. Ik heb er een klein stukje afgehaald. Het stukje wat ik over heb, leg ik ernaast. En zoals je ziet heb ik hem nu helemaal goed gevuld. Dan ga ik er eventjes de bovenkant nog even afsnijden. Dat hij ongeveer gelijk is met de box. Normaal als je bloemstukken maakt in een pot, dan doe ik er altijd de oase iets verder bovenuit. Maar in dit geval maak ik hem gelijk aan de rand. Zo. Kijk, zoals je ziet is hij gewoon mooi gevuld met oase. Dan beginnen we met hele mooie rozen. Ik heb voor roze gekozen deze keer. En we gaan eigenlijk gewoon beginnen vanaf de zijkant. En ik meng elke keer, want ik heb twee soorten roze paarsachtige rozen. En die zet ik elke keer naast elkaar. Zoals je ziet. Het is wel heel belangrijk dat je ze even goed schuin aansnijdt en goed diep wegsteekt. En dan ga ik wisselen, want dan heb ik hier een paarse en hier wat meer roze. Die ga ik nou om en om doen. Dus dan heb je paars, roze, paars, roze. En dan doe ik hier weer roze, paars, roze, paars. Kijk, zoals je ziet hebben we 4x4. Dus probeer het ook heel goed te verdelen. We gaan er straks nog een ander materiaal bij tussen doen. Nou, zoals je ziet is hij heel mooi recht gevuld. Dan gaan we hem nou opvullen met andere materialen. Ik gebruik daarvoor mooie eucalyptus. Maak de onderkant even schoon, snij hem even aan. En ik begin met de zijkant.
En je kunt zakjes gewoon weer gebruiken. Als je maar net boven het blaadje elke keer knipt. Kijk, dan heb je mooi weer een plaatje wat je weer kan gebruiken. En deze kan je ook weer gebruiken, omdat je gewoon weer de onderkant heel mooi hebt. En deze doe ik om de buitenste rand. Dan heb ik heel mooi gipskruid en ook deze gaan we ertussen verwerken. Dit doe ik heel mooi compact. Ik begin bij in het midden en straks kun je eventueel nog wat aan de buitenkant toevoegen als je het leuk vindt. Maar ik begin eerst in het midden. En ook dit snij ik even goed schuin aan. Dat doe ik eigenlijk altijd. Het is altijd goed om te doen. En ook aan de zijkantjes voeg ik tussen het eucalyptusblad nog een klein beetje toe. Ik verwerk dit wel heel mooi kort. Of de gips allemaal mooi verdeeld is en of er eventueel nog wat ergens nog wat extra toegevoegd moet worden. Ik vind hem zo heel erg mooi. Kijk dan jongens, wat een plaatje. Hoe mooi strak ook. En dan heb je natuurlijk het leuke dekseltje wat er nog bij zit. Deze zou je erop kunnen bevestigen, zodat hij er half zo op komt. Dat doe je door een lijmpje, een beetje lijm te doen en er een stokje aan te bevestigen. En dan kun je hem erbovenop bevestigen. Maar ik vind het zelf ook altijd mooi om eronder te doen. Dat zou eventueel ook kunnen. Dan krijg je een beetje zo'n verhoging. Of je zet hem er mooi tegenaan. Wat natuurlijk ook heel leuk is. Daarin kan je natuurlijk helemaal je eigen stijl geven. Je kan hem ook op een stokje zetten en hem dan iets hoger bevestigen. Dus ja, daar kun je helemaal zelf je draai aan geven. Ik vind het ook altijd leuk om er zo tegenaan te zetten. Of hem juist eronder op te doen. En later kan je eventueel de box ook nog weer leuk weer gebruiken. En zoals je ziet wordt hij dan heel mooi romantisch en is hij echt super mooi gevuld. Ja, ik vind hem eigenlijk gewoon af. Je kan er heel veel extra dingen aan toevoegen, maar soms is het gewoon mooi om het eenvoudig en simpel te houden. En dat is met deze box ook zo. Dit is natuurlijk ook echt super leuk voor Valentijnsdag. Het heeft een romantische, maar hele luxe sfeer. En dat vind ik juist zo leuk. Dus denk je van, goh, ik wil het pakket graag bestellen. Dat kan dat. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan doen. Je kan het dus in deze bruinige box doen. Ja, dit is meer heel donker bordeaux rood. Ook wel meer richting het bruin, maar dit is meer bronsbruin, roodbruin en eventueel goud. Ook echt heel mooi. En ja, dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke les vonden. Het is een simpele les, maar wel echt heel mooi. En ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. En heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Of je dat nou al hebt gedaan met een DIY pakket? Of je hebt zelf je eigen draai aangegeven? Deel dat op Instagram of Facebook. En tag mij erin. Dan maak je ook nog eens kans op een hele leuke prijs. En dan hebben jullie nog voor mij de winnaar te goed van een december winactie. Waarbij je een cadeaubon kon winnen ter waarde van 15 euro door een reactie achter te laten. En daarvan komt de winnaar hier in beeld.
Gefeliciteerd. Jij mag contact met ons opnemen en dan zorg ik dat er een mooie cadeaubon ter waarde van 15 euro jouw kant op komt. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Dus doe een duimpje omhoog, abonneer gratis en dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!